Welkom, welkom mensen. Het is de jaar 2021. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun. Positive Alignment of Energy. Niet vergeten om te abonneren, subscribe, deel deze video's en thumbs up. Dames en heren, wat een jaar, wat een jaar. De jaar 2021 voor jullie welkom mensen is wanneer jullie staan stevig in je schoenen en je gaat even... Onelect, onterecht mensen, je gaat ze opgeven. Is zo, het says, jullie hebben zo lang mijn zo verkeerd teken gewerkt. Ik ga nou wegsteppen of ik ga jullie opgeven. Dus het is een jaar van alles. Als je bekijkt, alles is in het ongekeerd. Oké, alles. Het is een... het is ongelooflijk. Ik had nooit een jaar waar iedereen, iedere maand jullie heeft zoiets omgekeerd. Kaarten is niet altijd slecht. Het is altijd, soms is het goed, zo het is de zon in het omgekeerd. Maar de sekwagen in omgekeerd in de maart is, dat betekent geen movement, geen relocatie. Geen reizen, shutdown. Dan ik zie issues in de maand van april. Dat ook is maanden dat je moet even gaan kijken. Maar wat is de energie van dit jaar? Wees gewoon mensen dat kies om te werken met je ogen machtig. Je wordt succesvol in this year, okay? Dus als je bent iemand die werkt met lezen of that sort of a thing, of je werkt samen met je ogen zelf, het wordt succesvol. De geheim, de ogen prinses, de onzien gaat je helpen om financial stability om te brengen. Dus basically, it is a sense that as you kies, zeg maar, dat je bent op zoek naar werk, je hebt geen werk voor heel lang, en je begint to create iets, dat creëert financial stability in your world. Want als je bekijkt, January, February en March, daar is geen movement. Dat betekent dat misschien de shutdown is still here, of misschien je kinderen moeten vanuit huis leven. Je kinderen kunnen niet buiten gaan spelen. The shutdown is still here. Dus dames en heren, you see the spelletje. En het is niet echt een spelletje. You see wat hier gebeurt voor jullie is dat some sort of a onelijk situatie of geheim of secrecy dat was gehouden. Je brengt het naar boven en je laat mensen daar weten wat was aan het spelletje. Sommige van jullie is over mensen in de macht dat gebruikt ze macht in de verkeerde manier. Is over mensen dat have gebruikt ze macht in de foute manier. Informatie komt uit over een huis of een zakenman. Je bracht dat huis in dit jaar over some sort of a secret service or some sort of a secret organisatie en hoe ze creëert geweld in valsheid en deceptiveness. Een zakenman who have een kantoor op maar achter gesloten door is iets anders. Dus dat soort of informatie wat jullie weeskal mensen bring buiten misschien. U als een weeskal mensen, deze informatie komt uit over jou. Now, de maanden dat je moet echt pas op voor. Deze zijn beschermd bij de energie van de major arcana is de maand van februari. De maand van februari, some sort of informatie komt uit van misschien de overheid of mensen in authority. Some sort of informatie komt uit, some sort of geheim komt uit over deze mensen. In de maand van maart
Geen movement, geen vooruitgang. Het is zoals in de maand of maart. En nog een shutdown komt op. Geheim. Sommige van jullie wachten voor some sort of informatie om te gaan reizen. Kan niet. En dus heel veel situatie waar sommige van jullie moeten echt gaan vragen om informatie dat je kan kunnen reizen en dat soort of ding. Je wacht daarop en dat is je. April ook. Issues met mensen in de maag. Juni. April, mei. Mei, geheim komt uit. Dus als jullie kijken, de maand van februari, maart en april hebben mee te maken met passie. Hebben mee te maken dat sommige van jullie eigen schrijven een boek of sommige van jullie gaat even informatie uitgeven of sommige van jullie gaat even balance brengen met some soort van ontrecht waar mensen af de macht gespeeld. En het is moeilijk energy. Januari en november is een soort van softer energy, omdat je hebt je eigen energy vibration. En sommige van jullie moet some sort of issue oplossen met een ram. En deze ram kan een partner of je man of zo. En deze man misschien voor een jaar of je mishandeld. En dit is de jaar dat je behind is. Dus heel veel informatie komt best wel op. Dan als we kijken aan de moeilijke maand, is de geheim. Maar dit is best wel goed voor mensen dat werken met je ogen zelf of je gemaakt. Weet je, mensen dat doen spiritual practice. Dit is een heel goed krachtige maand voor jullie in mei. Maar als we bekijken juni, some sort of a news komen in juni, dat is niet zo zeer goed voor jullie. Some sort of informatie dat je was niet geopend voor. Some sort of informatie over reis of relocatie is niet goed voor jullie weeskal mensen. Dat je gaat echt krijgen in de maand van juni. Voor sommige van jullie dat doen ondernemen, dat je hebt je eigen ondernemen, waar je werkt met andere mensen, coaches en zo, dat is het wordt een goed jaar voor jou, of docenten, een goed jaar voor jullie. De andere maand dat je moet bekijken is de maand van juli. Geen goede maand voor de mensen, de maand van juli is geen goede maand, dat is de maand waar je laat alles los. So it says, ik heb genoeg. Ik laat deze dingen. Ik ga niet meer vechten. Ik laat het even. Whatever de problemen is. De issue. De situatie. Ik ga het hier niet tegenwerken. Ik laat het los. Ik hoop dat het los itself op. En het is een situatie waar je bent op zoek naar innerlijke kracht. En het is zoiets als je hebt je kracht in de maand van februari, maart, april afgebruikt en je hebt geen meer kracht in de maand van juli. Dus wees voorzichtig hoe je kracht en je energie. Om te weten wat gaat gebeuren precies voor u, use de link katikon.nl. Je gaat direct naar mijn website en je kan je eigen lezen kan vragen om te zien of je eigen consultant. Je kan mij bellen of je kan even vragen voor een video lezen, omdat dat geeft je maanden bij maanden wat te verwachten, omdat dit is een jaar waar alles is in de omgekeerd, oké? En nou, je wil weten wat precies, wat betekent dit voor mij? Is het goed met jouw frequentie? Want is het over de balancing van je frequentie, omdat alles is omgekeerd? En dames en heren, ik was zo, het is wow. Oké, dat heb ik nooit gezien. Maar 2021 is een jaar waar mensen moeten vinden, ga je de groene pil nemen of de blauwe pil?
is either the groene of the blauwe pijl. And I see that jullie weegschaal, omdat je have a duality and you work with duality, is the year waar je moet kan kiezen. Omdat 2022 is wanneer je year gaat even gebalanceer uit. Maar momenteel in 2021, jullie moeten kan kiezen, is het de groene pijl of de blauwe pijl. Omdat zoveel gaat gebeuren waar jullie gaat jezelf in vinden dat ja, je moet beslissen. Een groene pil of een blauwe pil. Omdat je moet gaan beslissen. Omdat je moet vanuit de derde dimensie van materialistic stability en balance it out en bring in de weegschaal. Omdat dat is je energy weegschaal om te balance out jezelf en te balance out de situatie dat speel in je leven. Dus, dames en heren, we gaan even kijken vanaf januari tot en met december. Wat is hier voor jullie? Soms hadden we informatie komen uit in januari dat het is niet goed. Misschien is nog steeds de shutdown. Het is dat sommige van jullie willen gaan reizen. Het gaat niet lukken. Some sort of informatie komt uit dat mag, so it says, a shutdown. We gaan niet links, we gaan niet rechts. Het is so it says, onverwacht situatie komt uit. Wat ga je doen? Je moet een beslissing kan maken. Dus om, dus in de maand van januari, informatie komt naar jullie naartoe, waar je moet best wel in some sort of a beslissing kan maken. Jonge mensen tussen de leeftijd van 18 en 45, daar is geen movement, dat betekent dat je blijft thuis. Sommige van jullie was van plan te afstuderen, nieuwe baan kan zoeken, dat gaat niet door vanwege dat je moet thuis blijven. Okay? Dus je kan niet reizen, je kan geen relocatie, je kan niet een en weer gaan om even te solliciteren, dat soort dingen. Dus een heel groot verandering komt op voor jullie. Dan we gaan even verder kijken in de maand van februari, de energie van de zon. Some sort of informatie, some sort of communicatie komt van de overheid uit of mensen in de macht. Some sort of informatie of some sort of geheim, some sort of geheim achter informatie komt uit in de maand van februari. Month of March, geen movement, some sort of a geheim over reizen. Dat is hier. En so it says, as je niet de vaccinatie nemen, je kan niet reizen, whoever dat komt op of je kan niet reizen. Reizen is nou verboden voor sommige van jullie. Dus basically, het is een zwaar jaar. En zo bekijken de maand van april. Informatie komt uit, another shutdown, dat soort van situatie waar mensen en overheid moet wel beslissen maken. Dus weet je, weegschaal is zo, het zegt mensen die run a company, mensen in de overheid, dat moeten beslissen gaan maken. Het is geen goede jaar waar jullie, this is so it says overheid instellen en de mensen in de markt, dat moet beslissen maken voor een loan. And it is shut down. Ook in 2021. Want you see, this energy van alles in het onkekeer. Als we kijken, de maand van mei. Geheim. Heel veel geheim is nou boven water gekomen. Mei verlaat alle geheim. Alles dat was onder de tapijt komt best wel uit in mei. Mensen is op zoek naar innerlijke kracht. En this is what is hier gebeurd. In de maand van juli, some sort of informatie komt uit dat is ook niet positief voor jullie. Some sort of informatie over overheid instantie, hoe we gaat verder, dat komt uit voor jullie. Dus het is oneven energie dat komt uit voor jullie in de maand van juni. Dus is informatie dat komt uit over reis is geblokkeerd. Sommige van jullie is helpen. Je zoekt help van overheid instelling dat soort van situatie dat komt even boven water. En je wil gewoon balance even brengen in je leven. Dan als we kijken, ja, je weet het, juli is geen super maand, is wanneer je geeft openhoppen. Vanwege some sort of informatie dat komt uit. Sommige van jullie lopen van een baan dat je hebt een boss dat is een stembok of een boss dat is een seer.
you foretell what these events have done and who these events and have some sort of a secret organization that's run and what is compared the varieties here above in water. In the month of August, some sort of a help come for Julie, and that is best well good. Some of when Julie correct some sort of a brief from a steer, and you been so it says, hey, ik ben klaar met jou, laat het even, okay? Ik wil hier niet meer bemoeien hierna, laat het even. And ik zie dat, the overheid zal, some sort of a financial help on Julie in the month van Augustus gaan even geven, okay? September is nog steeds geen vooruitgaan. September is dat, je bent stil op de plekje waar, zoveel is gebeurd dat sommige van jullie is. So it says, yeah, ik weet het niet meer. Weet je, is dat sort of a situatie waar, wow, ik weet het echt niet meer. Ik zie hoe het loopt. Ik ga het hier, niet mijn energie gaan inzetten. Heel veel van jullie, heeft gezien some sort of a situatie dat speelt. In a bedrijf, in an organisatie, en sommige van jullie vertel over wat is gebeurd, okay? En vertel some sort of a informatie, zoals je schrijft een blog en dat sort of a situatie, to vertel jouw kant van de verhaal, to vertel wat is gebeurd en hoe deze twee zakenmannen heb je in zoveel problemen en issue gebracht. En ik zie sommige van jullie gaat even vertellen hoe alles in elkaar ligt. Okay? De maand van oktober. De maand van oktober is een aarde energie. Het heeft mee te maken met je baas. Of ik heb mee te maken met de steermaak of steenbokman. Het heeft mee te maken met de steermaak of steenbokman. Wie is this man? Is een oude man. Deze man is 45 jaar en ouder. En heel veel informatie gaat uitkomen over deze man. En de logens en deceptiveness. Mensen gaat even zien de connectie tussen een maakman en een steenbokman en wat deze man heeft samen gecreëerd en hoe deze man heeft problemen gecreëerd voor anderen. En de secret connectie of de secret contracts of de geheim contract tussen een maakman en een steerman en een steenbokman. En mensen is van op de hoogte hoe deze mannen allemaal elkaar ontmoeten. En de geheime situatie wat zich gespeeld achter de deur, achter de tranen, achter nummer. Dat deze mensen zijn niet eerlijk kunnen oprecht, oké? Okay? In de maand van november, alles komt boven water over some sort of oneerlijk spelletje. Dus in de maand van november, some sort of informatie over oneerlijk spelletje komt even boven water. Mens is van op de hoogte. Wie en wat anderen heeft gedaan. En zaken mensen, ik zie dat zaken mensen dat even in de fout gelopen en have created deceptiveness. En heeft dubbel agenda. Zaken mensen met dubbel agenda dat hebben gecreëerd heel veel problemen en deceptiveness. Ik zie de waarheid komen even boven water over deze mensen en de zaken en de dubbel agenda wat ze hebben. Maand van december zijn alle jullie weeskal mensen is zeer blij dat het jaar 2020 is over. Jullie hebben alles mee te maken gezien in de jaar 2021. Je bent zo, het says, yo, zulke jaar wil ik nooit meer hebben. Het is zo, het says, jullie hebben zo keihard gewerkt aan jezelf, maar ook gewerkt om anderen te helpen, om some sort of a problem issue to resolve. En ik zie dat sommige van jullie gaat even realiseren, yo, this is best wel wat. This, dames en heren, het wordt een jaar, 2021 is een jaar voor jullie weeskal, dat jullie zal nooit meer vergeten. Sommige van jullie gaat even je innerlijke zelf vinden door alles wat is gebeurd. Je gaat echt jezelf vinden, je gaat ook even achterkomen wie je bent en je neemt jezelf terug.
En je gaat even leren om stevig in je schoenen te staan en niet zwart-wit, maar zwart-wit en de grijze ook gaan zien in alle situaties in je leven. Dames en heren, ik ga je heel veel succes wensen. Niet vergeten om te thumbs up, deel deze video's, omdat heel veel mensen is op zoek naar wat te verwachten in 2020. Het is een onzeker jaar voor jullie. Ik ga je wensen fijne jaar. Namaste. Tot volgende keer.